De man wordt ervan verdacht dat hij tussen 2015 en 2018 zijn stiefdochter meerdere keren heeft betast. De Bundenaar bekent die aanrakingen, maar ontkent penetratie met de vingers of penis. Justitie denkt dat die penetratie wel heeft plaatsgevonden. Zo zou de verdachte aan de biologische vader en moeder beweerd hebben dat er wel penetratie heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer kan zich maar één geval herinneren waarin er sprake is geweest van penetratie met de vingers. Dan ligt er nog een verdenking van het maken van kinderporno. De 50-jarige man zou een foto van zijn stiefdochter hebben gemaakt waarop het geslachtsdeel te zien is. Hierover wil de verdachte niks zeggen. De advocaat wil van een expert weten of deze foto beoordeeld kan worden als kinderporno.